Dat is dan wel weer waar natuurlijk. En aan de andere kant zit Antwerp ook nog in de top 5 wat het aantal gemaakte doelpunten betreft. We kijken nog eens naar nu de volledige elftal van Gert, Samatta en Sadiq. Tresor gekopt en Butera de... En McKenzie werkt hem erin. Ja, de vlag in de hoogte om te zeggen dat hij erin is. Hij scoort opnieuw, Mark McKenzie. En Racing Genk doet het weer op een standaard situatie. Staat het hier 0-1 voor. Mark McKenzie, dat zijn er 3 op een rij. Redelijk alleen. Daar is hij er al over eigenlijk, denk ik. Met de kop of met de voet. Oh, de... Maakt uiteindelijk niks meer uit. Het is wel degelijk een kop en erg fel alleen gelaten. Dat is wel raar dat ze hem daar zomaar laten inlopen in die eerste zone. Nog een klein beetje op de hielen gezeten door Keita. Maar ook een pak te laat. En Vermeeren die uitstapt in die eerste zone kan er ook niet bij. Jansen wordt uitgekozen. Daar komt Bataille. Moet ook een voorzet trappen. En opgeruimd McKenzie. Keita nog eens bij Jansen, maar krijgt geen kans op de trappen. Wel een overtreding. Dat is niet zo slim van Sadiq. Hey, gelukkig voor hem net buiten de 16, denk ik. Jansen zegt wel, hier, het gebeurt er binnen. Oei, ik weet het niet. Nou, het eerste contact leek misschien wel op de lijn. Ja, de lijn is er op binnen. De lijn is penalty. Het was voor... Vincent Jansen na 29 minuten voor de gelijkmaker tegen Maarten van der Voort. Jansen en gered door Van der Voort. Slap ingeschoten door Vincent Jansen en Van der Voort. Racing Genk op voorsprong. En de voet netjes. Bataille schuift goed mee. Het gaat naar Mouya weer. Daar is Bataille. Goed uitgespeeld. Enkele kan. Goed werk van Heijnen. Nee. En van handspel. Het is weer een penalty. Handspel deze keer. Opnieuw een strafschop. In wat bijna de laatste minuut is. Ik denk dat het een heel harde gaat zijn van Toby Alderweireld. Daar komt hij. Alderweireld. Nee. Laag in het hoekje. Vindt 1-1 best oké. Okay. Oh, opletten. Sadiq laat het liggen. Balikwisha. Ai, ai, ai. Sadiq geeft het zomaar weg. Balikwisha zet Antwerp op 2-1. En stuurt de Great Old naar een voorlopige leiderspositie. Echt bij het uitverdedigen. Maar wel iets wat al 2-3 keer bijna gebeurde. Nu fataal. Wegens gebrek aan scherpte bij Sadiq. 2-1 voor Antwerp. Nee, absoluut Peter. Dat is wat je zegt. Dat je al een paar fases hebt meegemaakt vanaf de doeltrap. Dat het moeilijk is om eruit te komen. Dat je weet dat je die druk gaat krijgen. Dan mag je niet zoveel tijd nemen en denken dat je hier 100% op je gemak bent in dit soort situaties. Dat bestaat niet. Hij is er te gerust in. En kan dan niet meer reageren op het moment dat Balikwisha komt afgevlogen. Wel netjes gedaan. En, knap afgewerkt van Balikwisha. Stielen binnen. Alderweireld, goede bal richting Jansen. Uitstekend gedaan. Vermeeren ook goed in één tijd. Balikwisha stormt daar op Munoz af. Balikwisha! Redding nodig van Van der Voort. Mooie voetbalactie, bekend raakte, wereldberoemd werd. Was het ook met een overtreding. Dat is met de Ronaldo worp. Zwaar. Mooie versnelling van Peensen. En de paal in de weg van Tolu. Buitenkant paal. Stekend voor Alderweireld. Nou, dat leek ook uit het niks, maar er vlotjes afgelopen. Avila dan, door Peensel. En Tolu, goed aan de eerste paal. Pech voor Genk. Hij is zijn voet er tegen zetten. Wel voorweg geen nul in de tijd. Dat ze daar te klein vonden. Daar is Stengs. Stengs schuift naar binnen. Nog Stengs. Een goede dribbel. Stengs. En de redding van Van der Voort. Opgeruimd door Munoz. Kelvin Stengs. Bijna met de beslissing. Tolu. Ah, moeilijk voor Tresor. Hij heeft hem nog. Alderweireld vol in de tackle. Overtreding op Bataille. Ook El Canoes springt van de bank, blijven, opletten. Ja, rustig Tresor, blijven, want de playoffs. Oh, ja. Rode kaart nu voor Tresor. Ai, 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 ai. Nee, dan gaan ze hier veel schade oplopen op deze manier. Rood voor Tresor in elk geval. Dan zag ik ook nog een andere. Een wijsvinger richting deze assist. En ook rood voor assist. Ai, 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 ai. Voor Genk dan. Het laatste fluitsignaal van Erik Lambrechts. Genkenaren moeten nu vooral rustig blijven en naar binnen gaan.